Welkom in Zwolle, de koploper. Eén wedstrijd niet gewonnen, die werd gelijk gespeeld. De andere wedstrijd allemaal gewonnen door PEC Zwolle. Dan komt ADO op bezoek en zij wonnen slechts één keer dit seizoen. En dan op bezoek bij de koploper, de ploeg die nog niet verloor, één keer gelijk speelde. En dat voelde wel echt als een nederlaag, omdat ze tegen Willem II zo lang met een man meer speelden. Er is uiteraard wel weer wat gewijzigd, omdat er maandag veel gewijzigd was en nu een hoop dus weer terug is. Daarvan Van Hinten bijvoorbeeld, Tutuarima die nu weer in de basis staat. Huiberts, dus wel fit genoeg voor de basis geordend. En Velios en Mrkonjic voorin, die begint op de bank. Verheid er dus gewoon weer bij, natuurlijk, de aanvoerder. Al scoorde hij pas één keer en wordt hij niet altijd even goed in stelling gebracht. Natuurlijk de nummer 9 van ADO. Achterin Wout Sierenveld zijn basisplaats. Moreo, Klas, De Waal, Oud-Zwolle natuurlijk en Breinburg op het middenveld. Voorin wel een wijziging. Zwarts en Severina zijn de vleugelspelers om Verheid heen. Dat betekent dat Tjatic op de bank zit. Daar waar Severina eigenlijk misschien op de plek van Zwarts was verwacht. Is uitgespeeld. Severina met de eerste echte kans van de wedstrijd. En geen doelpunt. Hens geclaimd. Nog door Verheid. Goeie actie van Xander Severina. Die ook zelf lijkt toch te kunnen schieten. Maar kiest voor de spits. Klein tikje uitgedeeld. Even wat felheid erin bij Medun Janin. Daar heeft Breinburg last van. Maar goed. Het spel gaat verder. ADO kan ook verder. Zwarts maakt geen overtreding blijkbaar. Dan ligt er zeker ruimte voor Zwarts. Wil geschoten. Geen overzicht ook. Met nog wat ploeggenoten voor het doel. Velios. Mrkonjic. Goed. En een hele fijne paas dit van Medunjanin. En in de loop. Dit is schitterend gespeeld door Zwolle. Maar ook Zwolle scoort niet. Dat had zijn vierde moeten zijn. Thomas van der Belt. Een prachtige aanval werkelijk. Deze paas is goed. Dan staan er twee mensen voor het doel vrij. Ja, het is feilloos uitgespeeld, maar bepaald niet feilloos afgemaakt. Velios. Van der Belt. Mrkonjic. Oh, Wendt gespeeld te ver uit zijn doel. Moet dan snel terug. Wordt wat geholpen door een van zijn verdedigers. Het gevaar bepaalt nog niet geweken. Zwolle houdt de druk erop. Mrkonjic, Medun Janin heeft hem lekker liggen. Maar dat wordt geblokt en dan vliegt hij erover. Dat is niet voor het eerst dat ADO toch niet helemaal goed staat. Steeds dezelfde vijf van Zwolle voor het doel. Daar is natuurlijk ook Van Polen bijvoorbeeld mee. De bal gaat hoog en is de kans groot. Maar op de lat gekopt. Ja. Minder groot eigenlijk dan zijn kans die hij op Wendt geschoot. Maar ook deze kan er wel in, van de Belt. Velios verlengt maar weer eens van de Belt. Kans nummer 3 voor hem. En driemaal is scheepsrecht. Want Wendges krijgt er wel weer iets tegenaan, maar nu niet genoeg. 1-1 met Wendges, niet gescoord. Een kopbal op de lat, nu weer 1-1 met Wendges. En wel 1-0. En Velios daar natuurlijk weer bij betrokken. Wat is dat toch een wapen, de lange bal op die spits. Hij verlengt, ja, er wordt totaal niet goed meegelopen met Van der Belt. Dat is niet voor het eerst. Het hele centrum van ADO is dan ook weg. Sierenveld staat bij Velios, maar ja, waar is de rest? En Van der Belt niet de volle overtuiging eigenlijk in die afronding, maar hij zit wel. Regenkleding is wel handig vandaag. Hoe moet het ook alweer, zo'n poncho? Zoveel gaten, zoveel lichaamsdelen. Waar je arm, waar je hoofd. Huiberts geeft mee, Görlig. Huiberts. Schot is voor Wendges. Het verschil is groot.
na die openingsfase waarin ADO echt prima speelde, is er toch vooral inrichtingsverkeer geweest. Zierenveld, Absalem, Zwart. Bokam heeft wel naar Severina. Dat is ook gedaan. Nu het overzicht. En dan is er een enorme kans bij een eigen doelpunt. En Verheid alsnog met de 1-1. Tweede doelpunt van het seizoen. Voor Thomas Verheid. Eindelijk is hij daar weer. Goeie aanval. Waarbij de afronding uiteraard wat mazzel heeft. Met hoe die bal precies voor zijn voeten belandt. En dit is een goede paas. Staat Van Hinten verkeerd. De voorzet van Severine wordt eerst bijna een eigen doel gewerkt. En dan via Schendelaar zo voor de voeten van Verheid. Die blijft dan heel rustig. En schuift hem in het doel. Ongelukkig voor Zwolle. Maar de aanval in aanloop naar die klutsituatie was natuurlijk wel goed van ADO. Fraai de paas. En daarmee de kans gecreëerd. Zwart krijgt hem terug van Absalem. Lekker in de loop gelegd. Schendelaar is daar, maar heeft de bal niet. En heeft de bal uiteindelijk wel geblokt. Zelfs dusdanig dat het een doeltrap is. Komt de keeper van Zwolle dus mee weg. Dat hij eigenlijk niet helemaal op het juiste moment uitkwam. Bram van Polen. Handig gechipt. Gurlich niet echt aangenomen. Velios krijgt een schop. En Zwolle dus een vrije trap. Huiberts liep al, maar goed, Merujanin was nog niet zo ver om de vrije trap ook te nemen. Dat is hij nu wel. Merujanin, Wendges kan niet komen en dan is de kopbal daar, vlag omhoog. Telt niet, Velios scoort wel, maar buitenspel gegeven. Dat is natuurlijk best slordig. Uit zo'n stallen situatie is het terecht. Ja, daar lijkt het wel op. Ik kan het bijna niet zien natuurlijk vanaf dit camera-standpunt. Zwart staat daar ook nog. Maar goed, assistent scheidsrechter op één lijn. Vertrouwen we dit toe. Ze zijn nog niet heel erg stil geweest in deze wedstrijd, de Zwolle supporters. Zwolle lokt hier de druk van ADO uit. Vertrouwen in de kwaliteit om daaronder uit te spelen. Velios. Van Polen, wat een geweldige bal. En Wendges is te laat en die gaat hier de kaart krijgen. Nee, die krijgt de corner tegen. Nou, ze is blijkbaar op tijd. En zie ik het dus niet goed. Goeie bal trouwens van Polen. Moet snel handelen. Nou, dan doet hij dat goed. En hier, ja, er zit ook wat bal bij inderdaad. Merujanin. Naar de tweede paal. Het schot en de redding van Wendges. Hele lastige hoek hoor, om vanuit te scoren voor Bram van Polen. Van Hintem neemt. Merujanin geeft voor. En Wendges loopt rustig mee. Verheid. Klas. Echt goede wedstrijd speelt. Buitenspel. Voor Severina. Dus gaat deze van de Waal niet door. Niet zo heel veel. Met ook nog de teruglopende Belen daar. Merujanin. Velios. Merujanin. Van de Belt geeft. Brekonjic kan net niet bij die bal. Feit uitstekend. Het is geen buitenspel. Breed leggen en het is raak zou je zeggen. Doet Zwarts dat. Dat probeert hij. Maar eigen doelpunt. Van Hintem. En het is 2-1 voor ADO. Hij lijkt het goed dicht te lopen. Maar met een eigen doelpunt van Pek Zwolle, van routinier Bart van Hintem, komt ADO op voorsprong. Met een belangrijke rol voor Verheid. Hij wint het luchtduel. Ik denk dat hij van eigen helft komt, Zwarts. Dus geen buitenspel. Dan is de sprint goed van Hintem. De voorzet eigenlijk niet. Maar ja, wat wil hij? Ja, alles behalve dit natuurlijk. En opeens begint voor Zwolle de tijd te dringen en heeft ADO het beetje mazzel dat het ook wel eens nodig heeft natuurlijk. Nu moet ADO weer oppassen, want daar is Zwolle. Brekonjic
Voorzet en net geen Velios. Voor de 2-2. Lage corner, niet heel overtuigend weggehaald. Klas vangt op. Goed gedraaid. Verheid kopt en kopt naast. Dat is wel een kans. Wendtges raakt hem niet goed. Breinburg, bal kwijt. En uit de kluts is daar Medunjan in. Die kiest voor Taha. Castaneer. Voorzet is strak en Velios krijgt zijn voet wel tegen de bal, maar de bal niet in het doel. Van der Belt. Ook de bal kwijt. Is ook na rust ver teruggevallen. Tjatić, bal gespeeld. Verheid. Zwarts randje buitenspel, maar net niet over het randje. Zwarts in de korte hoek geprobeerd, maar daar ligt Schendelaar in de weg. ADO speelt het niet heel soepel uit. Bal draait, gevaarlijk, Castaneer, dat is toch een vrije kopkans. Maar meters naast. Hoe is het mogelijk dat hij, kijk zo vrij die staat. Eén keer kan die bal nog naar voren. Maar ja, daar is Werker weer. Van den Belt verlengt. Geen buitenspel voor Taha. Laatste kans Zwolle om een punt te pakken. Voorzet is goed, maar het schot is over van Velios. Dat is nog een enorme kans. En dan eindigt het. En ADO wint voor de tweede keer dit seizoen. Het wint met 2-1 bij de koploper die daarmee voor het eerst verliest.